Hallo kijkers en het is een nieuwe video. In deze video gaan we een Minecraft ding starten. En dit is eigenlijk een challenge, want we mogen alleen Minecraft spelen door achteruit te lopen. Dus regel 1 is, je mag niet vooruit lopen. Dus, we moeten dus zo de hele tijd achteruit lopen. En dat is best wel nog een challenge, dus ik loop hier achteruit. Hopelijk vinden we nog snel een boom. Het is toch niet zo handig om de hele tijd achteruit te gaan lopen. Oh, zo even dicht bij de boom gaan staan. En dan hakken we natuurlijk de eerste houtstukken. We hebben hier acacia logs. Die zijn wel mooi, die vind je vooral in de savanne. Maar het is eigenlijk gewoon een soort van nieuwe serie of zo. Dit is Minecraft Challenges en voor de eerste aflevering had ik zelf een challenge gekozen, dus heel alleen maar achteruit lopen. Maar als jullie nog een paar leuke challenges weten, laat het dan even weten in de reacties. We maken even al onze eerste crafting table. Het doel van deze aflevering is misschien gewoon een nacht overleven, misschien door gewoon achteruit te lopen. Het is niet echt handig om achteruit te lopen. Ja. Op F5 mode is het misschien nog iets handiger, want dan weet je misschien beter waar je naartoe gaat. Maar en dan is het ook een beetje te gemakkelijk, denk ik. Dus laat het gewoon zo doen. Nou, ik moet zien dat ik niet vooruit ga, want anders is de challenge gefaald. Oh, ah, hier hebben we alles opgepakt. En dan, oh ja, dat gebeurt natuurlijk als je achteruit loopt. Denk het wel. Ja, er is hier iron. Dus neem ik dan eerst deze stenen mee. Ja, hoe ga ik dit doen? Ja, ik moet deze gewoon hakken. En dan is dan een stone age. Dan hier de crafting table. En dan maak ik al mijn upgrade pickaxe. Zo, getting an upgrade. En dan maak ik deze crafting table mee. En dan kan ik achteruit gaan zwemmen. En dan het iron meenemen. Op school hebben we dat soms ook wel eens, als we bijvoorbeeld bij sport hebben, dat we ook een keer een wedstrijdje doen onder het snelst achteruit lopen. Maar achteruit lopen, daar ben ik niet zo goed in. Maar vooruit lopen natuurlijk wel. Dit mag even weg. Maar jammer dat er geen fietsen zijn waar je ook achteruit kunt fietsen. Dat zou wel leuk zijn, want meestal kun je met fietsen alleen maar vooruit gaan fietsen. Alhoewel. Wat ook wel raar is, oh, we hebben schapen, misschien goed voor een pet. Oh ja, nu moeten we hem achteruit helemaal gaan volgen. Ik weet niet of jullie dit idee van een video zo goed vinden. Als dat zo is, laat het dan even weten, als je het leuk vindt. En, oké, dan is dat zo heen hit. Jou pak ik ook nog. En, hup, oh nee, het is weer te ver. Kunnen we eigenlijk ook op een boot achteruit varen? Ik denk van wel, maar ik weet niet zeker. Laten we even testen. Als dat zo is, kunnen we gewoon ook achteruit gaan varen. Zo. Ja, we kunnen achteruit varen, alleen dat gaat niet zo snel. Oh, we hebben sugarcane. Het is ook een best wel mooie wereld met al deze bergen in de savanne. Laten we even aanmeren waar de sugarcane hier is geplant. Hopelijk val ik niet per ongeluk in de lava terwijl ik achteruit loop, want je weet natuurlijk niet wanneer je in lava tegenkomt. Oh nee, en hier hebben we nog een kleine mijn waar we in kunnen gaan, maar ja, dit moet je even weg. We gaan een klein lelijk deurthuisje maken of zo. Van. Of nee, gewoon een klein lelijk houten huisje. Met deze planken ook nog. En we hebben nog misschien nog wat extra hout. Daar had ik nog. Hier achter ons staat nog bomen, denk ik. Ja, daar gaan we nu naartoe. Dus, oh ja, dat gebeurt er natuurlijk als je achteruit loopt. Maar ik vind het toch wel een leuke challenge. Misschien ook wel een leuke challenge is om in een volgende video op 10 verschillende manieren door te gaan. Op. Een bepaalde tijdstip of zo. Binnen een bepaald tijdstip.
Oh ja, we waren net bij een boom. Oh ja, we botsten hier continu tegen de boom aan. Dan weer hout hakken. Sorry als ik per ongeluk in de video even vooruit loop, maar dat was dan echt per ongeluk. Maar ik vind het toch niet echt zo fijn spelen om de hele tijd achteruit te lopen. Het is toch wel een grote challenge, vind ik. Maar wat ook leuk is, want Minecraft is leuk, maar soms is het ook wel eens leuk om even met een extra challenge te gaan spelen. Dat het spel veel uitdagender maakt. Veel hout. Dan plaats ik hier. Oh nee, oeps, dat had jullie niet gezien, ik had per ongeluk vooruit gelopen. Paard weg jij. En dan achteruit. Oké, nu komt het wel goed. Hopelijk vonden jullie het challenge idee wel leuk. Laat het even weten als jullie meer een idee hebben voor een volgende challenge die ik kan doen. En dan hopelijk hebben jullie genoten van deze video en laat alvast een blauw duimpje omhoog en laat even ook weten als jullie een deel 2 willen zien van achteruit lopen in Minecraft dus. Doei doei!